Camera rent, opletten en actie! Emo. En ik heb alle redenen om onder te nemen dat die 12 moordenaars zijn. En voor de rest, kut. Oké, mocht van mij goed. Ja, super. Ja, dat ben altijd hartstikke leuk optreden. Vooral die personeelsfeesten. Ja, maar doe is het wel heel leuk met de directeur. Het is eerst de eerste wat op score. Ja, het begin hoor. Nou, dat dacht ik. Oeh. Al maar geen corona krijgen. En over zilverloon heb je? Oh, net dan? Leven Scott, onkruid vergeet net. Nee, daar is allemaal gelegen, man. Oh, ik zit wel in mijn... Sorry, meneer. Sanderke. Oh, heren. Die lees ik wel even in de wc. Camiel? Ik heb een beetje totaal... Ja, maar ik door de bij... Ja, ik ken. Gewoon daarin. Nou, de film Ster, die gaat over, er is een Friese seriemoordenaar. En die heeft het verzonnen op artiesten, Friese artiesten. En Emiel is de haatpersoon in de film. Dus hij komt er op een gegeven moment achter. Dus hij zit ik op de lijst. Dus op een gegeven moment is hij een keer aan de beurt, weet hij. Dus wat hij doet, is dat hij denkt van... ik druk mezelf voor wij. Ik word manager. Want hij had een zwerver in de huis halen die al je putjes voor hem doet. In die film is hij een enorm ego en onder drugs en een drank en wie zo. Hij speelt gewoon hemzelf natuurlijk dus. En dan denkt hij van, hé, als ik nou niet zwerver gewoon jongen lid en dan word ik manager. En dan is hij misschien de lul, en dan, maar dan is het die ander steeds van mij. En die zwerver verstiet ik in Fries, dus die had geen idee wat er aan de hand is verder. Dus dat is eigenlijk ongeveer... hoe die film heet en hoe het dan verder gaat. Net als het look, hè, want het dan in de west maar ja, okay. Ja, dat heeft hem les stikken trapen, die plug. Heb ik hem even maken. Misschien. Zou fixen wij spelen. Druk tijd. Ah, Jeroen, hè, vooral Jeroen. Oh, sorry, ja. We hadden het natuurlijk een pro. Ja, zeker. Een professional. Je lul van die lui de hele dag. Nou, prison break, take one. Thanks for meeuwen, Douwe. Ja, Jacob? Ja. Ik zit er met Jeroen te brainstormen. En het eerste idee wie ook wat Jeroen hier. En dat wie, als er nou een seriemoordenaar is. En die van ja, dat Frieske muzikanten. En dan vregen we al die muzikanten dat ze mij doen handelen. En dat wie ook de basis van het script. En zij is Emiel, ik bij elkaar van nou, vies dat ik leuk, zo zie je mij dan willen. En ik dacht, dat is een fierstigere project. Ik zou dat ken eigenlijk net. Maar toen kwam die corona en alles ging plat. En ik meen werk in de televisie, man bij het hond, alles stopte gewoon. Dus op een zeker ontiet, wist je. En het is natuurlijk wel een vet idee. Toen op een gegeven moment hebben we gezegd, oké, we stekken gewoon al het 10 maanden van de stierteam. Dat is gewoon natuurlijk gigantisch, fulltime. We hebben kantoorwestagiaires. We gingen gewoon maximaal voor. We proberen met sponsoring alle kosten eruit te houden. Nou, het is de bedoeling dat die film in de bioscoop komt. Dat mensen een kaartje kopen dat we dat wat mooi heeft zien. Later komt hij hopelijk nog eens online. Dat mensen op die manier de film te streamen kennen. Nou ja, dus op die manier maken we het dan weer om te zien. Die is nog wel op die koptelefoon. Ja, het is een risico. Maar uiteindelijk ga je gewoon film maken. En dus ja, het is toch een droom die uitkomt, toch? Dus, of een weer de droom die klaar komt. Dus ja, dat hebben we dan in ieder geval. Maar daar moet je net hoe in zitten. Op een gegeven moment, als je de keuze maakt, je gaat, dan ga je. En net op horen, blik op oneindig, omdat die film klaar is.
En dan doe je wel even... nou ja, maar dus denk, en dan zeg ik nou, ja, precies. Nee. Even eens te kijken, want normaal ging hier de deur open, maar... Dat gaat niet. Nee, dus de deur is al open. En hier wil je dus... Ja, superleuk. Emiel die heeft mij gebeld om te vragen of ik mee wil spelen. En eigenlijk had ik één woord nodig, want ik vind de Hoenekop sowieso fantastisch. Dus dat was natuurlijk meteen ja. Jim Koenman, ik hoor al. Nou nee, we wel van horen zeggen natuurlijk. En we hebben elkaar, zijn wel een paar mediadingetjes hebben we elkaar tegengekomen. Alleen niet echt gesproken en elkaar goed kennen. Nee, dat niet. Dat komt nu. Hoe helst de welke niet in Hoeren om aan deze film uit te werken? Eigenlijk, hoe meesten, degene die het waren, hoe we naar de Hoer te heilen. Eigenlijk de meesten zijn of volmondig ja, of volmondig nee. Dus en intussen waren we er eigenlijk net. En waar zijn volmondig nee? Gerben Douwstra, echt volmondig nee. Dus ik weet net precies waarom, maar ja, de meeste mensen zijn zelfs echt net verplicht. Pieter Wilkens, die weer wel een beetje, maar die heeft er uiteindelijk in goed gevoel bij. Siep van de Ploeg voor net. Nou ja, kleren. Dat moet ze zelf weten. Dat is hun verlies. Hè? Actie! Net zo handig, Emiel Stoffers. Nee. Nou ja, ik dacht, Ian plus Ian is die klaar. Hm? Ja. Nou, met het recherche wil ik nou maar mee hoor. Ja. Nou, Masto, in deze film Fries praten. Ja, kut. Dat is toch kut? Ik kan niet zo goed Fries. Dat is echt heel jammer. Maar ik heb dus wel een accent, maar ik kan niet echt Fries praten. Maar ik merk wel dat naarmate ik het vaker doe. En hoe vaak ik je de zinnetjes even herhaalt, en ook in de scène zelf, als ze een paar keer over moeten. Dat ik dan denk, oh shit, ze hadden eigenlijk de laatste take moeten nemen. Want nu graffelt het zo mijn mond uit. Nou leeuw ik dat in deze film eigenlijk elke niet een deer gaat. Ja? Doe ik? Ja, hey. Dan moet je de film gaan kijken natuurlijk. Dan ga ik geen spoilers geven. Dan moet je me gewoon zeggen, Betty, wil je even een spoiler geven? Maar dat ga ik nu dus echt niet doen. Als dan toch deer game master in deze film, hoe was dan het liefste deer game? Wat zou voor jou de ultieme... Doodgaan scène zijn? Ja. Oh mijn god, ik zou mezelf wel willen ophangen. Dat zou ik echt... Vet alsof ik er vet plezier mee heb nu. Wat zou jij wel willen doen? Nou, mezelf aan het touwtje hangen. Ja, dat lijkt me best wel leuk. Ja. Nou ja, we zitten een beetje natuurlijk, we zien heel in Waalkoren coronatie, dus we proberen het gewoon zo snel mogelijk te plannen. Is het al eens een keer goed meegegaan op de set? Nou, nee, maar we gingen wel in een akkefietje met Jittiezer. Want de bedoeling was dat ze zitten in een auto, er komt een grote kraan, die griept hun. En die zetten in zo'n pakjesding. En dan... Dus die man zit in de auto, zit 12 voorin en ik zie de kraan eens vernissen. Maar achterin die auto beetpakken, knipst hem een beetje in en dan kennen die man eruit en dan teelt ze hem dan op en zo. Maar ja, wat doet die fan? Die knipt erin en die tilt al direct die hele auto op. Wel, maar die man er niet. Dus die auto komt zelf los van de grond. Echt een grote auto, ik. Ja, is natuurlijk wel draaien. Dat zat me. Maar daarna, dus ze zetten me daar, die man van je thuis. Ja, Kimmel vierde, ja, Kimmel, toen wel, gooi ze maar in. Want die baken waar ze in moesten, is 3 meter heeg of zo. Dus die zei, ja, jongen, gooi ze maar in. Oké. Dus hebben we dat hele shot daar, dat ze echt mijn auto en al 3 meter loft in tild worden en in die bak gooid werden, waar ze uiteindelijk tot pakjes. Toen hebben ze wel een stappen lid nemen. Maar dus dat was wel best wel een tricky sneutemolmie. Dat, ja. Maar ja. Je mink wordt verzekerd, dus dat zit daar. Ja, absoluut. Vergunning en alles hebben we natuurlijk. Dat hebben we al geregeld. BHV is heel professioneel bij mij natuurlijk. Nou ja, de vals van de ene verbazing in de oren. Zij luistert in een hok bij boer Frans op bed. En zij zit in een bubbelbad met Iris Kroes.
En ja, dat zijn dingen, ja, dat hier een jongens nooit beleefd. Camera erin. Actie! Kippenvel!